garage. Feyenoord supporters houden huis in Rome. De Romeinse politie greep hard in. De betrokkenen hangen zware straffen boven het hoofd. En verder in het nieuws vandaag. Onrust over het schooladvies. Middelbare scholen willen toch CITO-scores. En een soort Oscar voor YouTubers. Goedenavond. Feyenoord supporters hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma van zwaar huis gehouden in het centrum van Rome. Gisteravond waren er opstootjes met Feyenoord supporters op het Campo de Fiori. Maar vandaag was het laat in de middag helemaal raak bij de Trevi-fontein en de Spaanse trappen. De politie trad hard op. In totaal zijn meer dan 50 supporters opgepakt. Ze kunnen rekenen op zware straffen. Volgens ooggetuigen begonnen de rellen toen supporters een vuurwerkbom tussen agenten gooiden. De strijd speelde zich af rond die Spaanse trappen. Dat is een toeristische trekpleister in het centrum van Rome. Supporters hebben veel vernieling aangericht. Ook aan een net gerestaureerde fontein aan de voet van de Spaanse trappen. Bij de rellen van gisteren zijn 33 supporters opgepakt wegens vernieling en openbare geweldpleging. En drie van hen zijn veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden. Twee hooligans troffen een schikking, kregen daardoor een boete van 40.000 euro. In Rome, correspondent Rob Zoutberg, hoe is het nu? Ja, het is nu rustig uiteraard bij het stadion. Eerste helft voorbij. Rome staat trouwens voor op dit moment met 1-0. Politie houdt vooral nu de vinger aan de pols. Want straks moeten weer duizenden Rotterdammers het stadion uit. Dat moet in goede banen worden geleid. Het is een absolute chaos rond het stadion. Het is helemaal afgesloten voor autoverkeer. En dat levert nog een keer extra problemen op. En dan zijn er natuurlijk nog problemen in de binnenstad. Waar ook honderden Feyenoord supporters rondlopen die geen kaartje voor de wedstrijd hadden. Die toch hier naartoe kwamen. Ja, en ook die mensen moeten in de gaten gehouden worden. Hoe kwam het nou dat het zo uit de hand liep? Ja, veel mensen hier naartoe gekomen, wat ik net zeg, ook al hadden ze geen kaartje. Maar ik heb ook veel Feyenoord supporters gesproken die zeiden, het is voor ons zo onduidelijk geweest waar we naartoe moesten. Het Campo di Fiori, waar je net noemt, waar heel veel mensen naartoe werden gestuurd. Er was gezegd, dit is het Feyenoord dorp, daar kunnen jullie naartoe gaan, daar kunnen jullie drinken. Maar ja, Campo di Fiori is gewoon een dagmarkt voor toeristen waar pasta en specerijen werden gekocht. En de supporters wisten absoluut niet wat ze daar te zoeken hadden. Kortom, het was voor hun ook heel onduidelijk waar ze nou terecht konden, wat een goede plek voor hen was. Nou zijn er al zware straffen uitgedeeld aan de Feyenoorders van gisteravond, zou ik maar zeggen, die zich misdroegen. Wat staat Feyenoord en de Feyenoorders nog te wachten? Ja, we weten natuurlijk wat er gebeurd is in Nancy eind 2006. Toen is Feyenoord na rellen, na problemen met hooligans, onmiddellijk uit dat UEFA-toernooi gezet. Ik denk dat dat een van de mogelijkheden is waar UEFA nu ongetwijfeld naar deze roerige 48 uur naar gaat kijken. Rob Zoutberg, dankjewel. Een hoop onrust bij basisscholen en kinderen die volgend jaar naar de middelbare school moeten. Het schooladvies is inmiddels gegeven en dat moet bepalend zijn voor het soort onderwijs dat een kind kan volgen. Niet de CITO-uitslag dus. De toets zou te veel een momentopname zijn, is de redenering. De school kent het kind beter. Maar dat blijkt in de praktijk toch wat ingewikkelder. Want veel middelbare scholen nemen geen genoegen met alleen dat advies en trekken hun eigen plan. Soms zelfs tegen de regels in. Ouders hebben het idee dat de onzekerheid alleen maar groter is geworden. Een heel welkom aan alle kinderen van groep 8. Samen met hun ouders in de aula van het nieuwe Eemland in Amersfoort wordt dit hun middelbare school. En dan welke richting? Ik heb wel eerst getwijfeld, maar nu niet meer. En jij twijfelt nog wel? Ja, heel erg. Nou, ik had het laatste gesprekje en dat was gewoon, ja, je moet doen wat je leuk vindt. Dus dat maakt het juist nog lastiger. Ja. Dus ja. Ja, doen wat je leuk vindt was het maar zo eenvoudig. Want voor de juiste richting terugvallen op de CITO-toets kan dus niet meer. En de middelbare school moet uitsluitend afgaan op het advies van de basisschool. Wij hadden toch altijd al de afspraak in Amersfoort dat het advies van de leerkracht leidend is. We keken pas in tweede instantie naar de CITO. Dus de leerkracht die maakt dat kind mee in de klas. Al 8 jaar bij wijze van spreken op de basisschool. Dus die heeft gewoon echt heel goed in de gaten wat een kind kan.
Toch varen niet alle middelbare scholen blind op dat basisschooladvies. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam leggen sommige scholen het zelfs naast zich neer of eisen een extra test. Wij zijn enigszins overvallen geraakt door het feit dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat het advies bindend moet zijn. Wij denken dat we met de afspraken die we hier hadden een uitstekende plaatsing zouden hebben kunnen realiseren voor ieder kind in Rotterdam. De schoolbesturen willen een discussie over het nut van de nieuwe richtlijn die ook in Amersfoort leidt tot wisselende reacties. Je schreef in het advies, maar ja, je ziet eigenlijk liever zo'n nummer eigenlijk, ik, van Sosito. Ik denk van ja, zie je, hij kan het wel. Of ja, zullen we toch maar beginnen met HAVO VWO. En dan kijken we vanzelf wel of er VWO in zit. En ik denk dat het gewicht vanuit de school, vanuit de basisschool, voor de keuze voor hun kind, voor de toekomst, dat dat heel goed is. Dat dat wat zwaarder weegt. Op 1 maart moet voor ieder kind het schooladvies gemaakt zijn. Intussen krijgt de Landelijke Ouderraad steeds meer telefoontjes van ouders die zich afvragen of middelbare scholen zich aan de nieuwe richtlijn houden. Het basisschooladvies moet het uitgangspunt zijn voor het voortgezet onderwijs. Dat stelt de onderwijsinspectie in een reactie. Scholen mogen wel informatie uitwisselen, maar niet het advies van de basisschool in de wind slaan. We hebben nu gekeken welke afspraken de scholen daarover hebben gemaakt en geconstateerd dat de afspraken nog niet helemaal volgens de nieuwe regelgeving eruit zien. Dus wij hebben scholen gevraagd om dat aan te passen. En wij gaan er nu vanuit dat scholen dat ook doen. Die indicatie hebben we nu dat ze dat zullen aanpassen. Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer hierover met staatssecretaris Dekker. Opgeblazen noemde de partijtop de publiciteit rondom VVD-Kamerlid Mark Verheijen vorige week nog. Maar Verheijen heeft nu wel zijn Kamerlidmaatschap neergelegd. In afwachting van een intern VVD-onderzoek naar zijn declaraties als provinciebestuurder. Gisteravond bleek dat een Limburgse ondernemer aangifte tegen hem heeft gedaan wegens omkoping. Het Openbaar Ministerie moet zich daar nu over buigen. Kortom, de VVD heeft zo vlak voor de statenverkiezingen een serieus probleem. Xander van der Wulp, noemen ze het nog steeds opgeblazen? Nou, dat weten we niet. Ze zijn er in ieder geval niet officieel op teruggekomen. Bij de VVD is er vandaag niemand meer die wil reageren. En ze wachten allemaal totdat dat interne integriteitsonderzoek is afgerond. Het lijkt er dus in ieder geval op dat ze iets voorzichtiger zijn geworden. Voorzichtiger dan bijvoorbeeld partijleider Mark Rutte vorige week, die de kwestie met die declaraties toen meteen opgeblazen noemde. Tot irritatie van veel mensen, ook binnen zijn eigen partij. Als je de afgelopen week een beetje terugspoelt, kan je wel zeggen dat integriteit binnen de VVD nog steeds een open zenuw is. De partij die er de afgelopen jaren al vaker mee te maken had. De Noord-Hollandse provinciebestuurder Ton Hoijmaiers is veroordeeld tot 3 jaar cel wegens corruptie. Bekender is de zaak van de Roermondse wethouder Jos van Rij. In 2012 trad hij af wegens verdenking van corruptie. U kent mij. Ik ben altijd recht door zee. 1,5 jaar geleden trad Johan Houwers terug als Kamerlid toen bekend werd dat hij verdacht werd van witwassen, valsheid in geschriften en oplichting. De heer Houwers. Pijnlijke affaires voor de VVD. De partij wil schoonschip maken en stelt een integriteitscode op. En ja, wij zetten dus ook de standaard waar het gaat om integriteit. Als grootste partij horen wij daar niet te volgen, maar te leiden. Dat is onze taak. Maar vorige week komt Kamerlid Mark Verheijen onder vuur te liggen wegens onterechte declaraties. Dit zijn geen grote misstanden, geen onoorbare zaken. De partijtop neemt het direct voor hem op. Dat Verheijen wat hij onterecht heeft gedeclareerd zal terugbetalen. En dat het verhaal naar mijn gevoel erg is opgeblazen allemaal. Gisteravond wordt bekend dat een Limburgse ondernemer aangifte wegens omkoping heeft gedaan in de tijd dat Verheijen nog wethouder was in Roermond. En uiteraard kunt u ook lijsttrekker stemmen. Ja. Op Mark Verheijen. Volgens mij kunt u nu kwartetten thuis. Hij legt zijn Kamerlidmaatschap nu voorlopig neer in afwachting van het interne VVD-onderzoek naar zijn declaraties en eventuele stappen van het Openbaar Ministerie. Xander, kun je zeggen dat de VVD-top met deze kwestie Verheijen een inschattingsfout heeft gemaakt? Ja, dat kan je wel zeggen. Zeker als je ziet hoe ook premier Rutte de afgelopen 2 jaar bezig is geweest met integriteit binnen zijn eigen partij. Hij en ook fractievoorzitter Zijlstra waren veel te snel, veel te stellig over deze zaak. Want ook nu is het nog steeds niet duidelijk hoe ernstig de vergrijpen van Mark Verheijen precies zijn geweest. De VVD heeft eigenlijk de hele week een beetje achter de feiten aangelopen, kan je zeggen. Eerst waren ze dus heel stellig in de ontkenning, hoopten het zo uit de media te krijgen. Dat lukte niet. Toen kwam er pas een onderzoek.
Ook dat was nog niet genoeg. En uiteindelijk heeft Verheijen dus afstand moeten doen van zijn Kamerlidmaatschap voor de tijd van het onderzoek. Allemaal een beetje in de hoop natuurlijk om de rust in de publiciteit terug te laten keren voor de VVD. Want dit is niet het onderwerp waar ze het 4 weken voor die belangrijke verkiezingen over willen hebben. Enig idee hoe het gaat aflopen? Nou, dit gaat natuurlijk terugkomen zodra dat onderzoek klaar is. Dat kan al binnen 2 weken, dus tijdens de campagne. Veel VVD'ers in het land die we vandaag spreken, die zijn in ieder geval blij dat de kwestie nu serieus bekeken wordt door de partijleiding. En een conclusie die je sowieso kan trekken, wat de uitkomst van het onderzoek ook gaat worden, is dat het voor Mark Verheijen eigenlijk niet meer goed kan aflopen. Hij kwam naar Den Haag als een soort kroonprins binnen de VVD, een getalenteerd politicus. Maar dit zal altijd een smet op zijn blazoen blijven. En een goede, glansrijke carrière zit er voor hem niet meer in hier in Den Haag. Xander, dankjewel. De afspraken uit het akkoord van Minsk blijven onverkort van kracht. Dat hebben de leiders van Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne vanochtend telefonisch afgesproken. Maar van een wapenstilstand, belangrijk onderdeel van dat akkoord, lijkt nog lang geen sprake. Rondom de stad Donetsk waren vandaag beschietingen. En ook dorpen rond de stad Mariupol zouden onder vuur liggen. De pro-Russische separatisten zeggen dat ze die stad binnen een paar weken in handen hebben. Gisteren namen ze de Waldseren al in. En dat betekent uitbreiding van het pro-Russische gebied. Zij vieren de overwinning. Привет, Порошенко из России. Передаю тебе привет с Дебальцева. Я живой. Скоро домой приеду, так что будет все ништяк. Все, жди. Я тебя люблю. Живы, здоровы, скоро приедем. Скоро приедем. Жене, сыну привет. De strijd is hier bijna gestreden. Maar aan de Oekraïense kant bereiden ze zich alweer voor op een nieuw offensief. Hier gingen gisteren nog de vluchtende Oekraïense troepen overheen. En verderop worden de nieuwe posities ingenomen. De Baltsevo is verloren, maar het Oekraïense leger graaft zich in op de nieuwe grenzen. Achter de nieuwe grens ligt dit dorp, nu nog volledig ongeschonden. Gevluchte Oekraïense militairen uit de Baltsevo bouwen hier een nieuw kamp. Maar sommige dorpelingen vragen zich nu hardop af of dit leger hen wel kan beschermen. Als ze de Baltsevo сдали, такой железную дорогу, короче, отдали. Я не знаю тут. Наверное, дальше будут перейти. Я так думаю. Вы боитесь это? Я уже надоело бояться. Не хотелось бы, скорее бы уже все кончилось. Наши войска, ну вы сами понимаете, какие у нас войска. Не. Что вы имеете в виду? А? Ну, Украина слабая по сравнению с Россией. Куда тягаться нам с Россией? Так что я в это не верю, что мы можем чем-то победить. Не. Все, до свидания. Griekenland ligt vandaag een handreiking te doen aan Brussel. De nieuwe Griekse regering zei vanochtend dat ze toch willen voldoen aan de financiële eisen. Maar dat viel minder in goede aarde dan ze misschien hadden gehoopt. Het begon vanmorgen nog veelbelovend met dit tweetje van Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Grieks verzoek voor verlenging 6 maanden ontvangen. Kort daarna volgde de officiële brief van de Grieken met hun toelichting. Centrale boodschap, wij voldoen aan alle financiële verplichtingen. Maar hoe? Dat wordt uit de brief niet meteen duidelijk. De Grieken laten nog ruimte voor verdere onderhandelingen over de precieze afspraken met Brussel. Voor Duitsland is het meteen al duidelijk, dit is onvoldoende. We praten nog even door met Arjan Noorlander. Arjan, dat klinkt heel hard, de Duitse reactie. Hoe ligt het bij andere landen? Nou, toch wel wat genuanceerder, want je merkte eigenlijk toen die brief van die Grieken kwam een soort van opluchting dat de Grieken toch een behoorlijke stap richting de eisen van Europa wilden zetten. En je merkte ook wel dat er gewoon basis zou zijn om morgen bij die belangrijke vergadering tot een akkoord te komen. Maar toen kwam dat duidelijke nein van de Duitsers. En er zijn inmiddels ook wat gespreksdocumenten van vandaag uitgelekt van de inzet van de Duitsers morgen. En ze zeggen ja, het heeft eigenlijk helemaal geen zin om zo met de Grieken een verklaring op te stellen. Ze noemen het voorstel van de Grieken zelfs een Trojaans paard. Dus de Duitsers zijn heel erg hard, waardoor een akkoord morgen moeilijk lijkt. Maar ze komen wel, de minister van Financiën van Duitsland, Schäuble, springt in het vliegtuig en komt naar Brussel. Dus je weet het nooit, waar gepraat wordt kan een oplossing komen. Maar wat moeten de Grieken dan nog meer doen?
Nou ja, ze hebben al een hoop gedaan. Het lijkt wel alsof ze over hun schaduw zijn heen gestapt en ze beloven om zich aan de Europese regels te houden. Ze beloven ook om weer Europese controleurs terug toe te laten tot Athene om te controleren of ze zich aan die Europese regels houden. Maar er zitten ook, en dat zeggen ook mensen rond Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, nog wel wat vaagheden in dat stuk. Wat wel wat duidelijker kan worden om te zorgen dat iedereen zeker weet dat die afspraken met de Grieken ook echte harde afspraken zijn. Dus er zijn voldoende landen die zeggen, als we morgen nou eens goed met elkaar praten, zouden we eruit kunnen komen. Maar of dat lukt is nu heel onzeker geworden door de opstelling van de Duitsers. Om 3 uur komen ze morgen bij elkaar en dat zal wel eens een hele moeilijke en langdurige vergadering kunnen worden. Ah ja, dankjewel. De zaak tegen een terreurverdachte die in Syrië zou zijn omgekomen is aangehouden. Het Openbaar Ministerie wilde Soufiane Z, hier links in beeld, vervolgen wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De rechtbank heeft gezegd, wij willen geen spookproces. En een spookproces wordt het, als na een tijd moet worden gezegd, deze verdachte is dood. Dus de rechtbank wil meer duidelijkheid, zegt we houden de zaak aan. In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol zouden vandaag 6 verdachten verschijnen. Maar geen van hen kwam opdagen. In september is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De studenten die het Bungehuis in Amsterdam bezet houden, moeten hun actie beëindigen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in kort geding bepaald. Ze moeten om 10 uur vanavond weg zijn. De studenten zeggen dat ze zich er niet aan gaan houden. Het Bungehuis werd vorige week vrijdag bezet door studenten die meer zeggenschap eisen. Koning Willem-Alexander is gisteren en vandaag bij de Nederlandse troepen in Mali geweest. Zo'n 400 Nederlandse militairen maken deel uit van een VN-missie. Die moet de veiligheid en stabiliteit herstellen en de burgers beschermen. De Nederlandse militairen voeren in Mali vooral verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. Britse gevechtsvliegtuigen hebben gisteravond 2 Russische bommenwerpers weggeleid. Ze vlogen vlak bij de Zuid-Engelse kust, maar hebben het Britse luchtruim niet geschonden. 2 weken geleden moesten de Britten ook al ingrijpen. Toen vlogen er bommenwerpers boven het kanaal. En daardoor moest de burgerluchtvaart worden omgeleid. En voor de Nederlandse kust dook gisteren een Russisch oorlogsschip op. Het fregat was op de terugweg van een oefening op de Middellandse Zee. De Koninklijke Marine escorteerde het schip tot voorbij de Nederlandse kust. De rechtbank in Groningen geeft flink hogere celstraffen dan was geëist aan de stiefvader en de moeder van een verstandelijk gehandicapte vrouw. De stiefvader sloeg haar dood en de moeder deed niks om dat te voorkomen. Hij kreeg 18 jaar cel en TBS, zij 8 jaar cel. En voor allebei is dat 4 jaar meer dan het OM eiste. Danielle van Bergen woonde in dit huis, waar ze de weken voor haar dood zwaar is mishandeld door haar stiefvader. Haar zwakbegaafde moeder keek weg, deed niets en is dus medeplichtig, zegt de rechtbank. Gaat u zitten. Beiden kregen een hogere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. Omdat de eis naar haar oordeel volstrekt geen recht doet aan de aard en de ernst van de feiten. Overal in het huis zaten sporen van Daniela's bloed. Uiteindelijk is ze doodgeslagen met een honkbalknuppel. De rechtbank heeft vastgesteld dat hier een jonge vrouw afhankelijk was van haar ouder, van haar moeder en van haar stiefvader. In haar eigen woning op gruwelijke wijze is afgeslacht, afgetuigd, zoals de rechtbank dat heeft verwoord. Dat de moeder 8 jaar cel krijgt is logisch, zegt de rechtbank. Een moeder is verplicht haar dochter te beschermen. Ze had op zijn minst een dokter kunnen bellen. Hulpverleners wisten van de problemen in het gezin. Zij zijn ernstig tekortgeschoten, luidde de conclusie van het inspectierapport. De jaarcijfers van Air France KLM zijn een stuk minder somber dan vooraf werd gevreesd. Er was weliswaar het afgelopen jaar een verlies van 198 miljoen euro. Maar dat is toch een heel stuk minder dan het miljardenverlies van 2013. En als de piloten van Air France niet hadden gestaakt, dan zou het bedrijf bijna kiet hebben gespeeld. Is het zwaarste dan achter de rug? Als het aan de 2 topmannen ligt wel. Die willen nu vooral uitstralen dat ze gebroederlijk vooruitkijken. As we have tried to explain, I hope we will try to convince you, there is no future for KLM without Air France and there is no future for Air France without KLM. De boodschap van de 2 is helder. De Fransen en de Nederlanders zijn weer dikke vrienden. Toch? Hallo, bonjour. De 2 topmannen willen vooral eenheid uitstralen. Juist omdat ze de afgelopen tijd de nodige ruzie hebben gehad. Bijvoorbeeld over wie de kas mag beheren. The relationships, as you see, are very friendly. You have sometimes disagreement, it happens. Waarschijnlijk is er meer aan de hand.
De twee hebben duidelijk verschillen van opvatting over samenwerking. Organisaties zijn de afgelopen jaren al ver geïntegreerd, maar Air France wil daar nog verder in gaan. Waar KLM op dit moment zegt, er is een grens bereikt, wij moeten vooral slimmer gaan opereren. En verder integreren, organisatorisch, is weinig zinvol. De samenwerking heeft dus grenzen. KLM moet, met of zonder Air France, een hard gevecht leveren. We zien dat we in de tweede helft van het jaar tegenvallende resultaten hebben gehad. Maar dat we de eerste helft van het jaar eigenlijk best heel goed gepresteerd hebben. Toch is de luchtvaartanalist wat teleurgesteld over de mededelingen van Air France KLM. Ik heb geen nieuwe plannen gehoord. KLM en alle airlines in Europa staan onder grote druk van de Midden-Oosten carriers, van low-cost maatschappijen in Europa. En in de nabije toekomst ook low-cost op de transatlantische routes. En dat plan heb ik niet gehoord. Schiphol verbouwt. Air France KLM doet dat niet. Na de presentatie van de cijfers overheerst het gevoel van teleurstelling. Met name over Air France. Dat is niet met plannen en initiatieven gekomen om de problemen het hoofd te bieden. Het gevoel bestaat dat Air France de hete aardappel voor zich uitschuift. De enige concrete bezuiniging bij Air France die er aankomt is een vrijwillige ontslagregeling voor 800 man grond- en cabinepersoneel. Maar dat is natuurlijk geen antwoord op de moordende concurrentie in de sector. YouTube, je kan er niet meer omheen. Zelfs het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt het nu hardop. Jongeren kijken vooral internet en nog nauwelijks tv. TV-producenten springen daarop in. Maar ook jonge YouTubers zelf. Die komen nu met de prijsuitreiking voor de beste online video's. TV is passé, voor veel jongeren dan toch zeker. Die kijken tegenwoordig meer naar videosites als YouTube. Holy shit! Waar alleen al honderdduizenden jongeren de dagelijkse beslommeringen van hem volgen. Het is heel erg koud buiten. Ik snap ook niet waarom ik dan met een korte mouw naar buiten ga. En meisjes maar wat graag naar haar beautytips kijken. En als ik die opgesmeerd heb, dan pak ik een kwast. Het hoort zo bij het dagelijks leven inmiddels dat het volgens hem tijd is voor een prijsuitreiking voor de beste YouTube-video's. Alles is steeds professioneler aan het worden ook. En daarom denk ik dat het ook nu tijd is voor prijzen, om prijzen uit te reiken aan de makers. Hij heeft inmiddels zelf een contract bij RTL. Ik ben Mohamed Gümüş. En wat Turk. En deze jongens zijn gepaaid door en de Mol. Want ook tv-producenten zien het kijkgedrag snel veranderen en denken geld aan de grote internetsterren te kunnen verdienen. Nou, dat zal in het begin nog wel even duren voordat we denk ik geld aan gaan verdienen. Maar over een paar jaar, omdat veel mensen dus ernaar kijken, krijg je relatief ook veel advertentiegeld. En dat zal in principe het geheel moeten financieren. En ook zij hebben wat te winnen met deze deal. Ook al verdienen deze jongens uit Groningen nu ook al een goede boterham met hun video's. Ja, we merkten gewoon dat zij heel veel kennis hadden van offline en wij hebben heel veel kennis van online. En wij willen heel graag leren ja, hoe het bij de grote jongens eraan toe gaat, zeg maar. Of deze jongens ooit ook op tv verschijnen, dat hoeft zeker niet, zeggen ze hier. En of een van deze YouTube-sterren de Linda de Mol of André van Duin van de toekomst is, jonge sterren die het uiteindelijk heel lang volhouden, misschien wel. Een geit. Ja. Wie zal het zeggen? Gaan we naar het weer. Willemijn, ik ken wel wat mensen die al naar de lente begonnen te verlangen. Ja, nou, winter zit er voorlopig ook niet in de verwachting. Maar dat zonnetje van vandaag, dat verdwijnt eigenlijk ook een beetje. En dat zien we hier al. Hier ligt Nederland. Dit is de bewolking die vanmiddag bijvoorbeeld boven Brabant kwam opzetten. En met deze zon met bewolking, daar krijgen wij in elk geval de komende 24 uur mee te maken. Wat zien we op de grote kaart? Een heel groot hoge drukgebied. Wat allemaal langzaam naar het zuiden aan het zakken is. Wat wel bij ons dat mooie zonnige weer opleverde. En dus deze zone met bewolking die langzamerhand naderbij komt schuiven. En ja, daar gaat ook wel wat regen uitvallen. Dat krijgen we vooral vannacht en ook morgen overdag mee te maken. En die regen levert her en der verspreid nogal wat op. In Nantes bijvoorbeeld, maar ook in Parijs kan er zo'n 10 tot 20 mm vallen. Dat staat dan daar voor morgen op het programma. Voor ons in elk geval morgen niet zulke grote hoeveelheden. Maar helemaal droog? Dat houden we het dus ook niet. Op de radar zien we die neerslag langzamerhand al naderbij komen. Vanavond is dus eerst het westelijke kustgebied aan de beurt. Maar die neerslag trekt langzamerhand richting het oosten weg. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen. Daar kan de temperatuur vannacht nog net zo rond het vriespunt uitkomen. Maar later loopt de temperatuur daar weer wat op als die bewolking wat dichterbij komt. En verder staat er vrij veel wind, vooral in de kustgebieden en ook boven het IJsselmeer. Morgen trekt de regen langzaam richting het oosten weg. Dan kennen we even wat drogere periode gedurende de dag. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen.
De wind neemt af in de loop van de dag en die gaat langzaam naar het zuiden draaien. En morgen, u ziet het, is het vrijwel overal een graad of 7. En heel veel zon, niet overal. Het zal af en toe een beetje tevoorschijn komen. Zaterdag dan. Dan hebben we buien in de verwachting zitten. Met soms wat natte sneeuw, misschien ook wat hagel. Maar het zijn buien, dus de zon schijnt ook. En zondag lijkt een aardig droge dag te worden met geregeld zon. En ook dan is het 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. Met als belangrijkste nieuws. Feyenoord supporters hebben huis gehouden in het centrum van Rome. In totaal zijn meer dan 50 supporters opgepakt. Sommigen hebben zware celstraffen en hoge boetes opgelegd gekregen. Een nieuwsuur vanavond. Waarom is het zo misgegaan met de uitbetaling van de PGB-salarissen? De Sociale Verzekeringsbank was gewaarschuwd dat hun computersysteem het niet aankon. De rook komt er wel vanaf. Het is een smoking gun. Op twee redenen. Als je het rapport met enigszins deskundig ogen leest, denk je van nou, dit gaat nooit afkomen. Dat dus om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2. Nog heel fijne avond verder.